Elke dag staat hij om 6 uur op. De man die het afval ophaalt. Uren met zakken sleurend. Hun overgewicht negerend. En ja, hij loopt gevaar. Door uitstekende voorwerpen, roekeloze weggebruikers en verwensingen die hij moeilijk kan ontwijken. Maar ook in weer en wind blijft hij ervoor gaan. Voor een propere omgeving aan het einde van zijn ronde. Afvalophalers verdienen respect.